In de Deventer Schouwburg vond afgelopen maandag de nieuwjaarsreceptie plaats. Na een gloedvolle introductie van VVV-directeur Hein te Riele sprak burgemeester Heidema zijn nieuwjaarsrede uit. Nou, dames en heren, na zo'n entree dan kun je beter je nieuwjaarstoespraak verscheuren. Want ja, daar kun je als burgemeester ook niet aan tippen. Dankjewel, Hein, voor zo'n entree. Maar dames en heren, fantastisch dat u hier allemaal gekomen bent. Een volle Schouwburgzaal hier voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. In zijn reden pleitte de burgemeester voor de economie van het genoeg. Misschien moeten we van een economie van steeds meer met elkaar de knop omzetten naar, ja, kunnen we ook niet eens een keer tevreden zijn met wat we hebben. En ja, een soort economie van het genoeg, zeker als je dat afzet tegen hoe het in de rest van de wereld eraan toe gaat. Hoeveel, ja, mensen gewoon op de rand van een bestaan leven. Als je kijkt welke enorme druk we ook op het milieu leggen met elkaar door onze manier van leven. En nou ja, in plaats van jaar na jaar maar weer doorgroeien, soms ten koste van de wereld om ons heen, moeten we met elkaar misschien eens de vraag beantwoorden van, ja, als we nou eens ongeveer weten vasthouden wat we nu hebben, zou dat niet heel mooi zijn? Want kijk om je heen wat een rijk land we zijn. Nou, een stukje tevredenheid met wat je hebt in plaats van steeds maar, oeps, het zou nog meer en het zou nog groter en nog meer slepender. Wees ook eens dankbaar en tevreden met wat je hebt. En dat is heel veel. Tijdens de avond werd de Deventer Promotieprijs uitgereikt. De Deventer Promotieprijs 2012 is toegekend aan de NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel. Deze jaarlijkse prijs is voor een persoon of organisatie die een bijdrage heeft geleverd aan de positieve beeldvorming van Deventer. Ik denk dat en dat is niet de verdienste van mij, maar wel de verdienste van de eerste generatie, met name mijn vader, die begonnen zijn echt om dat bergkwartier op te knappen. Het was toen natuurlijk een compleet verloederde wijk. En als je nu kijkt, is het een wijk waar heel veel mensen naartoe komen en heel veel toerisme trekt. En wat de stad echt heel bijzonder maakt. Dus ik denk, ik vind het niet helemaal verdiend, laat ik zo zeggen. Heel lang geleden woonde ik nog helemaal niet in Deventer. En toen ben ik hier geweest. En dat daar gezien hoe mooi dat was en dat het eigenlijk van de ondergang gered is door een initiatief van mensen. Nou, dat was een voorbeeld voor heel Nederland destijds, hè, in de jaren 60 of 70 of zo. Nou ja, en dat ik dan hier nou woon en dat zij die prijs krijgen, vind ik echt fantastisch. De brandweerpost Kolmsgaten heeft gisteren definitief zijn deuren gesloten. Als gevolg van bezuinigingen moest de post worden opgeheven. Jerry Kolkman, voormalig commandant van de brandweerpost Kolmsgaten, zegt dat na 2 jaar strijden het doek is gevallen. En hoewel gisteren het officiële einde was, hebben we vrijdag al een house-ending party gehouden, aldus Kolkman. De brandweervrijwilligers blijven voor de bemensing van het tweede brandweervoertuig zorgen, alleen verandert de plaats van vertrek van post Kolmsgaten naar de hoofdpost aan de Schoonvaderstraat. Op korte termijn zal de brandweerpost Kolmsgaten, dat nabij de Schecht ligt, worden afgebroken. Steeds vaker stappen agrarische bedrijven in het buitengebied van Deventer over op zonne-energie. Zuivelboerderij Een Aanvang in Lettelen is hier nu ook op overgestapt. Het bedrijf dat behalve een veehouderij ook een productiebedrijf is van boerenzuivel, is op dit moment het 6e agrarische bedrijf in de gemeente Deventer dat zonnepanelen laat aanbrengen. Nou, wij waren het al langer van plan, maar om zonnepanelen op het dak te leggen moest eerst het dak worden vervangen. En toen kwam de regeling asbest van het dak zonnepanelen voorbij, waarbij een deel van de kosten van de asbestsanering door de provincie werden gedragen. En dat was voor ons het moment om te besluiten te investeren in zonne-energie. Zonnepanelen leveren nu 88% rendement, 's winters natuurlijk wat minder als zomers. Maar ze leveren voldoende rendement en daarnaast zijn ze de afgelopen tijd erg goedkoop geworden. Waardoor het ook gewoon aantrekkelijk is om erin te investeren. En wij ook kunnen berekenen dat we de investering binnen 8 jaar terug hebben verdiend. En na die 8 jaar gaat het gebruik van de zonnepanelen dus geld opleveren. Nou, dan betekent het dat wij grotendeels zelfvoorzienend zijn in ons stroomverbruik. En dat betekent dat wij qua energiekosten een enorm voordeel gaan behalen. En mochten alle boeren in het buitengebied van de gemeente Deventer overstappen op zonne-energie, dan gaat het energieverbruik via het reguliere net ook drastisch omlaag. Ik denk dat het enorm scheelt. Kijk, we hebben in het buitengebied veel grote stallen
En die stallen die zijn er al. Als je daar zonnepanelen op gaat leggen, dan doe je geen afbreuk aan het landschap. Je voegt niks toe. Maar je gaat wel een groot deel het buitengebied zelfvoorzienend maken in energie. En dat is een heel groot voordeel. In totaal zullen er op de koeienstal van een aanvang 200 zonnepanelen worden geplaatst. Samen goed voor een energieopbrengst van bijna 50.000 wattpiek. En die hoeveelheid energie is genoeg om het plaatsen van zonnepanelen op misschien wel alle daken en schuren van de boerderijen in de gemeente Deventer aantrekkelijk te maken, denkt Lisbeth Grijzen. Het hangt natuurlijk ervan af of je wel of geen asbest hebt. Voor ons was dit een mooie regeling om ook het asbest kwijt te raken. Als je dat niet hebt, kun je direct zonnepanelen plaatsen. Nou, als je ziet hoe goedkoop de zonnepanelen zijn geworden en dat er ook nog een aantal fiscale regelingen zijn waar je als ondernemer gebruik van kan maken, dan denk ik dat het voor veel ondernemers aantrekkelijk is om in zonne-energie te investeren. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.